Een zonnig begin van de dag met zonnebloemen. Maar we kregen met een omslag van het weer te maken. En vanmiddag zag die wolkenlucht er een stuk dreigender uit. Het was hier op het strand bij Scheveningen. Donkere band met bewolking op nadering van die regen- en onweersbuien. En die onweersbuien kwamen vanuit Frankrijk. Vanochtend vroeg boven het noordwesten van Frankrijk een enorme onweersbui. En die trok geleidelijk onze kant op, maar nam ook wel in activiteit af. En dat ging steeds meer over in een aaneengesloten gebied met buien. En in Nederland zelfs wat meer regen. De zwaarste exemplaren vielen boven België en de Ardennen. En in Nederland viel het allemaal nog wel redelijk mee. Veel regen, veel bewolking en dus af en toe nog een enkele klap onweer daarbij. En ook vanavond hebben we nog met die buien vanuit Frankrijk te maken. Dat trekt wel geleidelijk weg, maar vooral het eerste deel van de avond nog wisselvallig met hier en daar in het land kans op onweer bij die buien. Een zwakke zuidelijke stroming en temperaturen net iets boven 20 graden. En komende nacht blijft vooral de zuidelijke helft van het land gevoelig voor wat regen- of onweersbuien. Elders is het vaak droog. We houden veel bewolking. Dat zorgt er ook voor dat het niet zo sterk gaat afkoelen. Minimumtemperaturen tussen 17 en 19 graden. Ook weinig wind daarbij, dus helemaal aan het einde van de nacht kan het ook wat nevelig of mistig gaan worden. Zo ziet het er vannacht dan uit. Veel bewolking en vooral in het zuiden van het land dus nog enkele regen- of onweersbuien. Morgenochtend veel wolkenvelden, kan wat lichte regen of motregen uitvallen. En morgenmiddag vooral in de zuidoostelijke helft van het land en ook wel in het oosten kans op een regen- of onweersbui. En pas daarna, in de middag en avond, zien we geleidelijk die opklaringen tevoorschijn komen. En ook zaterdagochtend zullen we de zon wel tegenkomen. Morgenmiddag dus vooral in de oostelijke helft van het land wat regen- en onweersbuien. Een beetje een broeierige en klamme dag. Hoge luchtvochtigheid, temperatuur tussen 20 graden aan zee en nog zo'n 25 graden in het zuidoosten van het land. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Nou, die westenwind is ook voor de dagen daarna weggelegd. Vaak zo'n 20 graden en dagelijks kan er wel een bui vallen. Dus we hebben volop wisselvalligheid komende dagen.